ben Ruud van der Horst en ik speel voor Polarbears. Een van de Polarbears mannen, het EK in eigen land. We hebben de loting gezien. Hoe is jouw reactie daarop? Ja, ziet er goed uit natuurlijk. Als we dit van tevoren hadden kunnen bedenken, dan had je dit hier had je voor getekend. Louis van Gaal mag vaker een loting verrichten. Ja, zeker ja. Ja. Hoe leef jij toen naar het EK in eigen land? Ja, het is natuurlijk leuk dat je in je eigen land speelt. Veel publiek. En we zien wel wat er van terecht komt, maar we moeten gewoon op ons eigen spel letten en zien dat dat goed is natuurlijk. Dan zei de bondscoach dat hij ook kijkt om jullie mentaal voor te bereiden op met name het spelen in eigen land voor veel oranje publiek. Ja. Ja, dat wordt natuurlijk wel belangrijk. Veel publiek eromheen. En we zien wel, de prestatie is gewoon veel belangrijker dan... Je moet niet bezig zijn met het publiek. En ja, we zien wel. Wat krijg je er eigenlijk van mee, van het publiek, van de omgeving, als je in het bad ligt, daadwerkelijk, in een wedstrijd? Ja, ik krijg er niet heel veel van mee. Je bent puur gefocust op de wedstrijd. En het publiek is natuurlijk een mooie... mooi dat het erbij zit, maar... Ja, je focust je vooral op de wedstrijd natuurlijk. Maar krijg je ook de geluiden mee vanaf de tribunes of hoor je dat amper? Nou, ja, als je binnenkomt even, maar daarna is het gewoon puur de wedstrijd en eromheen, daar ben je niet meer bezig. Dus eigenlijk maakt het niet zo gek veel uit waar je speelt? Ja, dat zou je ook kunnen zeggen, ja. Dankjewel.